Mijn naam is Theodora Anna Mihai. Ik ben filmregisseuse en mijn meest recente film is La Civile. De film werd aan mij geïntroduceerd door mijn papa. Hij had een grote liefde voor film en voor fotografie. Ik ben geboren in Roemenië. Mijn ouders kregen politiek asiel in België. Op mijn 16e kreeg ik de opportuniteit in San Francisco om daar eigenlijk mijn middelbare school af te maken. Na mijn twee laatste jaar middelbaar kreeg ik een offer. I couldn't refuse. Ik mocht gaan studeren op het Sarah Lawrence College in Upstate New York. Om daar universitaire studies te doen met een focus op film, filmgeschiedenis, theorie en natuurlijk film maken. Wel, de grote challenge in het begin van mijn carrière was dat ik dus terug naar België kwam en eigenlijk ontdekte dat ik geen netwerk meer had. Dus ik moest een beetje van nul beginnen. Blijven doorzetten is de boodschap. Hè. Dus als je je niet via de deur binnenlaten, dan via het venster. Audacity Award, dat paste eigenlijk heel goed bij La Civile. Want het is uiteindelijk over een heel moedige vrouw, een moeder die op zoek gaat naar haar dochter. Het verhaal is geïnspireerd op een dame die een Mexicaanse militante. Ik ben geen politica. Wat ik wil is vooral mensen raken met de verhalen die ik breng. Debatten opstarten of levende houden die ik relevant vind. Het is een privilege, maar het is ook een verantwoordelijkheid. Ik denk dat het proces van het maken voor mij het belangrijkste is, maar uiteraard is het resultaat niet enkel voor mij. Prioriteiten stellen, niet te veel druk zetten op jezelf, maar ik denk dat je toch op een bepaald moment moet beslissen van wat je wilt van het leven.